Wat is een goede coach? Wel, dat is niet iemand die veel boeken gelezen heeft. Dat is iemand met een groot hart. Die goed kan luisteren, die kan aandacht geven, die, die kan veiligheid bieden. Zodanig dat je begint te ontwikkelen. Dat je je openstelt als klant voor nieuwe mogelijkheden. Dus voor mij is een coach veel meer dan een hulpverlener. Veel meer dan iemand die problemen oplost van de klant. Een goede coach is iemand die bewustzijn verbreedt van zijn klanten. Die... Een is, die durft vragen stellen, die durft feedback geven op patronen, die mogelijkheden schept. Vandaar mijn term ontwikkelingsgericht coachen. Je kiest voor mogelijkheden en niet voor problemen en oplossingen. En een ontwikkelingsgerichte coach dan, die gaat voor, voor zingeving. Dat je leven excellent wordt, dat je levenskunst ontwikkelt, dat je alles eruit haalt. En dat je, dat je bijdrage levert, dan is dat veel groter dan jezelf. Veel groter dan je klein ikje. Dat is het ultieme dat we gelukkig zijn door zingevend ons leven te ontwikkelen. Tweede vraag: Wanneer ga je dan naar een coach? Wel, veel mensen gaan naar een coach als ze een probleem hebben, als ze vastlopen. Dan zoeken ze hulp en daardoor worden de coaches hulpverleners. Het is veel beter om naar een coach te gaan als je het gevoel hebt dat er veel meer uit je leven te halen is, dat je mogelijkheden wil exploreren en dat je een sperringpartner zoek die je durft uitdagen, die je durft bevragen. En dat uh, uh, iemand die in de ontmoeting gaat met je, die mogelijkheden schept. Uh, ga naar een coach als je, als je echt wil groeien en ontwikkelen. Dus ook weer ontwikkelingsgericht coachen en niet alleen hulpverlening. Daar.